Oké. Hij heeft de auto, ouwe. Lekker. Yo, kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Mijn naam is Joost. En mijn naam is Niels. En wij hebben voor jullie een hele bijzondere truc hoe je een dikke bak voor niks mee kan krijgen. Ja. Oftewel, een beetje steelt. Klopt. En dan hebben we een goede vriend, Boris. Die heeft een hele nieuwe Mini 2018, luxe versie, clubman, lekker motortje zit erin. Maar hij is zo gierig dat wij hem echt nooit mogen lenen. We hebben het echt 5 keer gevraagd. En wij zijn zo gierig om gewoon die auto op te eisen. Wij plannen nu een afspraak met Boris in. En die afspraak komt bij de Grand Hotel. Daar staat een valet parking boy, maar die valet parking boy is van ons. Dus als Boris komt aanrijden, neemt die valet parking guy van ons, neemt die auto in. Yes, ik ga nu Boris bellen. Nog een. Niels Oosthoek. Boris. Deze dagelijkse boodschappen. Hij kon niet weten dat zij hem zou. Hey Boris Lange Frans, hoe is het? Luister dan, ik heb misschien wel iets moois voor je. Wij zijn benaderd door een internationaal productiebureau uit Engeland om een reisprogramma te maken voor de Gierige Gasten. En we mogen dat met andere influencers doen. En wij hadden jou op het oog. Wat? Ja man, dan gaan we naar Zuid-Afrika en Amerika. Dus... Oh, lekker! Ja, dus dat wordt best wel, is best wel een dingetje, maar ze willen deze week meeten. En ze willen meeten in de Grand Hotel. Dus ik weet dat jij nu een beetje buiten de stad woont. Anders moet je gewoon met de auto daar komen, want je kan die auto daar gewoon kwijt. Ik ga jou even een paar data toesturen en laten we meeten, zou ik zeggen. Even maar even en dan zie ik je dus zo snel mogelijk, man. Hè? Ja. Ja, man. Yo! Die afspraak staat, dus ik zou zeggen op naar het volgende shot. Yes, we staan naast onze stagiair. Hoe heet je ook alweer? Het is Joris. Floris. Oh, Floris. Ja, Floris is onze nieuwe stagiair. En hij is vandaag op zijn debuut bij de Gierige Gasten. De valet parkeerguy. Oké, we staan hier op de hoek. We kunnen hier precies zien wanneer onze vriend Boris aankomt rijden. Het is een mini clubman, toch? Ja, grijs, een bedrukking van de Zuidas, drukkerij nog wat. Onze stagiair die staat helemaal klaar. Ja. Het is wel een beetje link. Er staan dus nu twee andere gasten ook. Ja, hij komt. Ja, moet ik eraan? Nee. Oké, is de chef bellen? Ja, ik ben klaar. Dag meneer, hi. Op de hardrem, hè? Yes, super. Oké. Helemaal goed. Yo. Yes, hey, dankjewel. Hij heeft de auto, ouwe. Lekker. We got it. Lekker, rij uit, Freek. Ja, we gaan even een ritje maken. Hey Boris, we hebben je auto gehad. Het is ons gelukt. We gaan uit. Hey! Oh! Boris belt. Hey Boris. Yo, Justo. Yo man, hey, ben je er al? Ja, een tijdje man. Boor, kan je heel even blijven wachten daar? Want het duurt allemaal iets langer dan verwacht hier. Ja, hoe lang houden? Half uurtje, 3 kwartier. Staan file man. Rot op man. Maar ik had die andere gast, heb ik ook iets verlaat. Ja, kun je dan hier gewoon in de lobby zitten? Ga even colaatje drinken ja. Of zo. Oké. Ja, zie je zo. Ja, dan ga ik wel even naar de muur kijken. Doei. Oké, top. Wij hebben dus nu gewoon 3 kwartier vrij spel. Lekker. Hé, hey, is het niet veel grappiger als we hem nu afbellen? Gewoon dat wij het niet meer redden. En dat we het niet meer redden en dat hij dan zijn auto wil pakken, maar dat hij er niet in. En dat hij in paniek raakt. Ja. En dan komen we terug. Ja. Is goed, dus wij gaan eerst onze ritjes maken. Als we klaar zijn, bellen we hem op en dan gaan we hem fikken. Ja, ja, leuk. Oké, okay, bellen. Yo. Hey, Bor, we hebben een probleempje. Wat dan? Ja, dit gaat echt heel lang duren op onze navigatie, staat er. Dus ik denk dat we het beter even moeten verplaatsen, man. Gast. Ja, het spijt me, hoor, maar ik geef jou straks even een nieuwe datum, ja? Ja, is goed, ja. Oké. Okay. Oké, hij haat ons nu al. Hij is nu al over de pist. Hij haat ons nu al. Hij zei, gast.
Sorry Boris, maar ik kan niet wachten tot ik jouw gezicht terug zie op beeld, want dit wordt mooi. Doe je naam op. Hey Boris! Thanks, schat! Beetje valet parking. Hoe dan? Dankzij deze knappe jongen achter de camera, onze nieuwe stagiair. Hey! Ja, hij was er maar met een bordje. Hoor jij erbij? Vuile hond dat je bent. Tering, hé. Ben je in de stress? Ja! Ja, snap ik. Gast, ik dacht ik was mijn auto kwijt. Wat zeiden ze hier dan? Ze wisten van niks. Ik had een man helemaal gebeld van het hotel. Ik zei, waar de fuck is mijn auto? Ik heb hem gegeven van jullie Velipak. Welke auto? Ja, mini. Nee, geen idee, hebben we niet. Oké. Nou ja, hier is die. Wij hebben hem aan, hoor. Bro, ik dacht heel even, ik ben mijn fucking auto kwijt. Ja. Welke debiel is zijn auto kwijt? Dat ben je echt een lul, hoor. Gewoon verloren. Hé, ja, maar man. Boris, dat je zo sportief bent, dat je zo goed opvat en dat je pakjes zo lekker rijdt. Shout-out naar jou en je kan hem volgen, @BorisLange. Op Instagram. Ja, man. Op die Insta. Zeker, broer. Jij bent echt een lul, man. Ja, we mochten hem nooit lenen, dus het moest er een keer van komen. Hè? Ja, nou, hij rijdt goed. En hoe reed hij? Heerlijk. Ja, heerlijk. Ik moet zeggen, die lantaarnpalen die vonden hem ook heel chill. Is er niks mee gebeurd, eerlijk? Is er mee gebeurd? We hebben het berg aan gereden. Een paar crashjes, man. Nee, ik zie niks van. Ik geloof er niks van. Hey, vond je nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Lieve comment als je nog iets zegt op Boris wil zeggen. Volg hem gewoon op Instagram. En volgende week zijn we er weer bij met hopelijk iets minder wind. Later! Later.